Vanmiddag heeft de Nieuwskamer gesproken met Diederik Gommers. En hoofd van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Hè, en niet een onbekende in de laatste twee jaar op televisie en in kranten, die u, abonnementen die u ook weer heeft genomen. En we hebben daar een aantal momenten uitgeknipt. Het hele fragment komt ook online. Maar gaan we even naar kijken. En daarna vragen we Peter van der Voort om aan te schuiven om mee te praten over dit onderwerp. Misschien kunnen we even naar kijken naar de fragmenten. Tenminste, als ze lopen. Ik denk dat we eigenlijk willen beginnen met de meest prangende vraag die wij hebben. U zei in het nu.nl-artikel dat u graag zou willen zien dat er andere regels komen voor jongeren. Andere maatregelen voor jongeren. Hoe moeten wij dat als voor ons zien? Van, hoe kunnen we dat, wat voor regels zijn dat? Nou, kijk, wat heel belangrijk is, is dat jongeren tot nu toe bijna niet ziek worden. He, dat is niet 0%, maar de kans is bijzonder klein. En maakt het wel lastig, is long COVID. Hè? Dus ook al heb je maar, ben je niet ernstig ziek gehad, dan heb je gewoon verkoudheidsklachten gehad, kan je nog wel long COVID klachten krijgen. Maar ook bij jongeren is dat relatief klein. Alleen als je het krijgt, is het echt heftig. Er is in de afgelopen twee jaar wel eens over gehad. Hè? Van kan je meer kijken naar risicogroepen en naar specifiek beleid voor jongeren. En toen was vaak in de afgelopen twee jaar de argumentatie, we willen geen onderscheid maken tussen mensen. Dus we willen geen discriminatie op basis van leeftijd. Is er nu iets veranderd in die twee jaar dat u zegt, nu moeten we het daar wel over gaan hebben om toch meer naar risicogroepen te gaan kijken in het beleid? Nou ja, ik vind dat dat eigenlijk niet meer opgaat. Maar dat moeten jullie vooral zeggen. Hè? Dat moet ik niet als 57-jarige. Maar als je nu zegt, kijk, we hadden echt gehoopt vorig jaar dat als we gevaccineerd zijn, dat we perspectief konden bieden aan de jonge mensen. Nu ben je twee jaar verder, heb je een derde prik verder en je hebt nog steeds geen perspectief. Ja, dan vind ik eigenlijk dat je als politiek geen recht meer hebt van spreken. Ik ben niet de politiek, ik ben gewoon maar een dokter. Maar ik vind echt dat je kan niet meer met droge ogen vertellen, we willen geen onderscheid maken tussen mensen. Want het is gewoon, er is gewoon medisch gezien een heel groot onderscheid tussen hoogrisico mensen en jonge mensen. En in de gezondheidszorg maken wij onderscheid. Als wij gaan transplanteren, gebruiken wij leeftijd. Als we IVF geven, gebruiken wij leeftijd. Als wij risicogroepen hebben, hè, mensen die allerlei medicijnen nemen, die weten dat ze op moeten letten dat ze de griepprik moeten gaan halen. Dus in de gezondheidszorg is het zo normaal om onderscheid te maken. Niet omdat wij een hekel hebben aan meneer A of aan meneer B, maar omdat je gewoon kijkt naar de risico of je wel of niet een ziekte krijgt. Nou, dat is tussen jongeren en ouderen is dat gewoon een verschil. Maar vond u het dan logisch? Het is echt spannend om een booster te nemen, want u zegt, ik weet er alles van en u heeft ook vaak gesteld dat het vaccin volledig veilig is, maar dan zit er zit toch een gevoels iets dan, toch? Nee, ik maak me niet zorgen om het vaccin, dus daarvoor heb ik het niet gedaan. Dus dat ik dacht van, oeh, nou heb ik hem genomen, nou heb ik dadelijk een bloeding of een myocarditis of een pericarditis. Nee, dat maakt me zorgen. Ja. Maar ik vond gewoon, ja, ik voel me ontzettend gezond. Moet ik dan iets nemen waar ik op dat moment dacht van, waarom zou ik dat doen? Hè? Nou, alleen maar gezonder nog van wordt een vaccin. Of zie ik dat verkeerd dan? Nou ja, maar je normale afweer als je gezond bent, bedoel, we komen altijd virussen tegen enzovoort enzovoort. Dus ik merk, nou ja, ik ga niet zomaar in mee omdat iemand als de minister roept, ja, maar het is, hè, bedoel, we moeten allemaal gevaccineerd. Ja, dan denk ik, ho, laten we wel even rustig nadenken. En waarvoor doen we het en wat is het risico? Het milieuprobleem is vele malen groter dan de COVID. Maar maken we ons druk om COVID? Ik vind dat echt peanuts. De hele COVID is peanuts. Ik bedoel, alle jongeren worden er helemaal niet ziek van. Jongens, ik bedoel, waar hebben we het over? Hè? Als we nou een ander virus hadden gehad, hadden we misschien, daar hadden we ons zorgen. Maar dit is toch een virus van niks eigenlijk. Ik bedoel, we sluiten elkaar op, maar
we worden er eigenlijk helemaal niet ziek van. Of bijna niet. We zullen het echt met elkaar moeten oplossen. Want er is niet één iemand die de waarheid in pacht heeft. En het land, wat jullie ook zeiden, je durft bijna niet iets te gaan ontwikkelen. Omdat er altijd weer iemand is met een boven de bepaalde leeftijd die dan boos wordt. Ja. Maar dan kom je niet verder. Want je kan het niet voor iedereen oplossen. Welkom terug. We hebben even gekeken naar een aantal fragmenten uit een langer gesprek met Diederik Gommers. Die Talita Muze vanmiddag heeft opgenomen. Ja. Inderdaad, voor de kijkers, want volgens mij was de livestream die haperde even, dat zei de organisatie net. En we gingen toen van het gesprek van Mona zo even abrupt in het gesprek met Gommers. Maar we hebben inderdaad, hij heeft eerder op de dag heeft hij gezegd, nou, we moeten wat specifieker gaan kijken in het coronabeleid of je andere regels kan maken voor jongeren. Nou, dat was een onwijs triggerwoord natuurlijk voor dit evenement. We moeten hem spreken. Toen hebben we hem inderdaad gesproken. En je kan het in het volledige interview wat nu online komt te staan, kan je het terugzien. Max, mijn collega en ik waren erg verbaasd. Want dit is natuurlijk een pleidooi wat de afgelopen 2 jaar, nou ik zelf ook, wel eens heb gehouden. Maar ook andere jonge mensen. Van kunnen we kijken naar het onderscheid in risicogroepen in het coronabeleid. En daar werd altijd best wel afstandelijk op gereageerd. Van nou, hè, dat mag niet, solidariteit, et cetera. En nu hoor je dan toch van iemand die een boegbeeld is geweest 2 jaar. Bepaalde uitspraken, waardoor je denkt, oké, dat geeft wel te denken. Vond hij dat al die tijd al? We hebben net gehoord aan de jongerentafel, we willen juist een beetje consistentie. Dat dingen op een goede manier worden uitgelegd. Ja, als dan iemand zo'n boegbeeld deze uitspraken doet, waar ik het dan misschien persoonlijk vanuit jongerenperspectief, nou, dan denk ik, oké, interessant. Maar dat is wel veelzeggend. Ik heb daarmee het gevoel van, oké, dit is een flinke draai. Dat het opeens bespreekbaar begint te worden. Dus het zegt iets over, we zitten in een soort van draai ten aanzien van die strategie van het coronabeleid. En gelukkig hebben we hier aan tafel Mona Keizer, oud-staatssecretaris voor het CDA. En we hebben ook Peter van der Voorting, dat is aankomen schuiven, lid van de Eerste Kamer voor D66, maar minstens zo belangrijk, hoogleraar intensive care, geneeskunde en directeur van de IC Ward in het medisch centrum, het Universitair Medisch Centrum in Groningen en professor in Tilburg. Een hoop banen te combineren. Fijn dat u er bent ook hier aan tafel. Diederik Gommers is een collega van u in feite uit Rotterdam. Ik vind in de eerste plaats natuurlijk heel interessant om van u te horen. Kijk, dat gesprek wat we hier aan het begin van de uitzending hadden tussen 5 jongeren. Als u daarnaar luistert, denkt u inderdaad dat er iets voor te zeggen is dat we in de samenleving wat weinig gekeken hebben? En mevrouw Keijzer zei het ook eigenlijk net, met 5 kinderen iets te weinig gekeken hebben naar de risico's die jongeren lopen. Daarna ben ik ook erg benieuwd wat u van Gommers vindt. Maar wat, zeg maar, als we speciaal naar jong zijn in 2021 kijken, klopt dat dat de risico's anders liggen voor jongeren dan voor ouderen? Laat ik het zo zeggen. Nou, ik zal die 2 vragen even combineren. Want ik ken Diederik Gommers al heel lang. Ik werk al meer dan 20 jaar met hem. Ja, het is een van uw directe collega's natuurlijk. Precies. Ja. En soms dan wordt Diederik een beetje recalcitrant en dan zegt hij opeens hele radicale dingen. En dan wordt de soep uiteindelijk meestal niet zo heet gegeten als die wordt opgediend. Maar waar hij wel op doelt, ja, en dat ben ik heel erg met hem eens, is dat we even goed na moeten kijken, hoe gaan we nou verder? Want we hebben steeds een strategie gehad dat we dachten van, nou ja, over een paar weken of over een paar maanden zal het wel afgelopen zijn. En dan even hier doorheen en is het weer klaar. Maar het blijkt dat het een paar jaar duurt. En dat is ook heel gebruikelijk voor een epidemie. Een epidemie duurt 1 jaar of 3, 4, 5. Een beetje in die orde van grootte. Dus er is wel een plan nodig en ook een soort toekomstbeeld voor de bevolking van hoe gaan we nu die komende, laten we zeggen, 2 jaar dan nog door met elkaar. En dat daar een herwaardering moet komen voor groepen die tot nu toe veel last gehad hebben van wat er zich allemaal heeft afgespeeld. In dit geval dan de jongeren, daar hebben we het nu over. Ja. Dat lijkt me heel logisch dat we daar eens naar kijken en wat daar anders kan. Ja. Maar dat is het volgens mij, dat we een toekomstbeeld moeten hebben. Hoe gaan we de komende 2 jaar door met daarbinnen een beleid voor de jongeren? Wat is zeg maar het risicoverschil? Want dat hebben we ook in het gesprek met Gommers hebben we het daarover. En dan zegt hij, ja, het is lastig om dan 1 leeftijd te gaan noemen van daaronder zou je kunnen zeggen, nou, die lopen zo weinig risico, dat nadert bijna 0. Dus daarvan zou je eigenlijk moeten gaan kijken van, nou, moeten we daarvoor niet versneld wat meer vrijheden geven? Hoe ziet u dat, gewoon puur vanuit uw expertise ook? Ja, nou, als je kijkt, we hebben nu natuurlijk heel veel patiënten gehad op de intensive care, en niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. Dus we weten heel
heel goed wie risico loopt om een ernstig beloop te krijgen. Nog even los van de long-covid en dat je thuis een paar dagen niet lekker bent. Maar echt mensen die op de intensive care komen, daar is hoe hoger de leeftijd, hoe groter het risico. Hoe groter het gewicht, hoe groter het risico. Mannen meer risico dan vrouwen. En onderliggende ziektes. Als je dat combineert, dan kan je heel goed voorspellen. Ik kan zo voor iedereen hier in deze zaal vertellen hoe groot ongeveer de kans is dat hij op de IC... Maar is er een bepaalde factor? Want zeg ik een gemiddelde, hè, ik ben een 30-jarige vrouw, geen overgewicht, geen ander onderliggend lijden. Ten opzichte van mijn vader, 79, bijna 100 kilo man. Wat voor verschil praten we dan over qua risico? Ja. Ja, dat zijn aanzienlijke verschillen. En daar kan je best beleid op maken. En ik denk dat dat ook nu, en dat geeft Diederik ook aan, en dat geeft mevrouw Keizer ook aan, dat het wordt tijd om daar duidelijkheid over te geven. En hoe gaan we nou met welke groepen op welke manier om, zodat we het leefbaar houden met elkaar? Want daar gaat het ook steeds om. Hè? In hoeverre kunnen we een open samenleving houden versus de ziektelast voor patiënten, zorgpersoneel en mensen die ook recht op een IC-bed hebben voor een andere ziekte. Dat is allemaal ziektelast. En daarnaast een open samenleving. In die balans zal je dit soort risicoafwegingen mee moeten nemen. En dan gewoon een paar beleidsregels afspreken of uitgangsprincipes als kabinet. En één daarvan zou kunnen zijn, wat er ook gebeurt, de scholen blijven altijd open, ik zeg maar wat. Maar dat soort duidelijke basisregels zou je kunnen afspreken. Daarbovenop kan je ook afspreken van wanneer gaan we nou welke maatregelen inzetten. In wat voor situatie kan je nou dit van ons verwachten? In wat voor situatie kun je dat van ons verwachten? Dat moet ondertussen ook wel duidelijk zijn. Nou, zo zijn er nog een paar dingen Hoe ziet u dat concreet, zeg maar? Welke afwegingen zou u dan het liefst zien vanuit het feit dat u die patiënten, nou, ondertussen bijna 2 jaar, hè, gevolgd heeft, die patiënten op de IC's. Maar hoe moeten we die beschermen, zeg maar, en de rest van de samenleving geen schade doen? Ja, als je goed weet en duidelijk weet te maken welke mensen zich zorgen moeten maken en ook ervoor moeten zorgen dat ze dat virus niet krijgen, het liefst dan ook nog natuurlijk gevaccineerd zijn, dan kan je dus gewoon kijken, wat moet je daar nou voor inrichten? Hoe kan je dan ook jongeren instrueren om, als ze dat virus bij zich zouden dragen, al dan niet bekend, hoe ze dat over kunnen dragen aan de kwetsbaren? En daar kan je best met elkaar een soort plan voor maken en dat met elkaar doorspreken en leefregels maken. Veel explicieter dan dat die nu zijn gemaakt. En waar moet ik dan aan denken? Nou ja, ik zeg altijd, de besmetting zit in de ontmoeting. Dus daar ligt natuurlijk ook de sleutel. En als je weet welke mensen er in die ontmoeting risicovol zijn, en daarnaast kan je natuurlijk ook nog inschatten, hè, daar doe ik ook de zelftest voor en het wel of niet hebben van klachten, et cetera. Ja, dan kan je daar toch, denk ik, een heel aardige matrix voor maken van wat er wel en niet mogelijk is. En daarin kan je dan ook heel expliciet afspraken maken voor jongeren om het leefbaar te houden. Of dan ook het hele nachtleven bijvoorbeeld weer los kan. Nou ja, dat vind ik best wel een lastige. Want daar vinden wel echt veel besmettingen plaats. Maar misschien kan je dat weer minder maken door andere normeringen aan ventilatie te stellen. Nou, weet ik wat. Misschien moet je in zo'n setting dan wel 2G doen. Maar maak het gewoon heel expliciet wanneer welke maatregel echt nodig is om die open samenleving ook daarvoor terug te krijgen. Maar en dan dus het risico lopen eigenlijk mannen boven de 60? Nou, dat is een oplopende schaal. Maar het zijn voor 3/4 mannen. Het zijn hoe ouder, hoe meer kans. Onderliggend lijden. Het overgewicht is ook een hele belangrijke. Dus als je onder de 30 bent, je BMI is onder de 25, dan kom je gewoon niet op de IC. Nou ja, zeg nooit nooit, maar dan kom je niet op de IC. Dat is wel een belangrijke inzicht natuurlijk. De meeste mensen onder de 30 lopen met het gevoel dat ze echt corona kunnen krijgen en dat ze toch wel vrij er zijn ook van dus onderzoeken van hoe groot denk je dat de kans is dat je op het IC belandt. En dan zie je gewoon dat heel veel jonge mensen ook gewoon denken dat het best wel aanzienlijk risico is dat ze doodgaan aan dit virus en dus al 2 jaar in doodsangst leven. Nee, maar wij hebben natuurlijk wel mensen onder de 30 op de IC, maar dat zijn altijd, vrijwel altijd, mensen met overgewicht of met onderliggende ziektes waardoor ze vatbaarder zijn. Zo kan je langzamerhand hebben we zoveel ervaring in. Daar kan je echt wel een risicoprofiel voor. Een campagne over wat minder bang zijn zou wellicht ook wel een goed idee zijn, langzamerhand.
Voor de groepen die op middenbaan hoeven te zijn. Maar ik vind het heel belangrijk dat in de overheidsstrategie, die volgens mij nu voor een jaar of twee gewoon vooruit gecommuniceerd moet worden, dat er ook een element in zit van informeren en in gesprek gaan. Hè, wat hier ook gezegd is, je moet wel in gesprek gaan met mensen om ook erachter te komen wat nou motivaties zijn om iets wel of niet te willen. Dus luisterend oor, in gesprek zijn en heel veel informatie geven. Weerspreken van desinformatie, dat moet een heel belangrijk onderdeel in de totale strategie. Mevrouw Keizer, toch nog even Diederik Gommers. Hè, niet uit het nieuws weg te slaan de laatste twee jaar. U heeft het intensief meegemaakt als lid van het kabinet. Hoe kijkt u nou naar die fragmenten van Diederik Gommers? Ja, er komen bij mij zelfstandig naamwoorden voorbij die ik maar voor mij moet houden. Want ik denk ook wel bij mezelf, jongen, nog aan toe zeg. Volgens mij zit hij nog in het OMT, nog 2-3 dagen. Want hij zou volgens mij stoppen in januari, omdat zijn termijn voorbij was. 1 februari. 1 februari. Nou, hij er nog ruim in. Dan kan hij nog mooi werk doen de komende tijd. Als je kijkt naar de opdracht van het OMT, dat is kwetsbaren beschermen, de zorg overeind houden en zicht houden op het virus. Daaraan voorafgaat geven ze altijd een medisch inhoudelijke analyse van de stand van het virus in Nederland. En dan toetsen ze maatregelen op de effectiviteit van die drie. Nou, kwetsbaren zijn geen jongeren. Dat weten we al heel erg lang. Dus we weten al heel erg lang dat het gaat precies over de groep die de heer Van der Voort nou net naar voren brengt. Dus wat je volgens mij moet doen is ook risicogestuurd beleid. Het begint trouwens met te accepteren dat het leven eindig is. Want dat is ook iets wat wij in onze wereld verleerd zijn. Dus dat is ook wel iets waarvan ik af en toe denk, ja, weet je, nogmaals, mijn vader is 81 en die heeft longemfyseem. Als die corona krijgt, ja, dan is het niet best. Maar dat weet hij ook. Dat weet hij ook. En daarom is hij voorzichtig. Maar hij weet het wel. Nou ja, vervolgens de maakbaarheid die in onze westerse wereld geland is. De moderne westerse mens wil dat alles maakbaar is. Nou, als je in het ziekenhuis werkt, weet je dat dat niet zo is. Dus dat is nodig. En vervolgens moet er goed in beeld gebracht worden. Gewoon precies met leeftijdscohort. Als je zo oud bent en je hebt dit gewicht, dan is dit het risico dat je op de IC terechtkomt. Want dan kunnen mensen misschien ook weer eens opgelucht ademhalen. Dus dit zijn een aantal dingen die moeten gebeuren. Ja. En dan vervolgens ook tegen die groepen zeggen, laat je vaccineren, alsjeblieft. U zegt dit heel, heel erg mooi, hè, van het maakbaarheidsdenken, het hoe we over sterfte ook denken. Maar misschien toch even om ook die vraag ook te stellen. Er zijn ook stemmen in dit coronadebat die, we hebben een hele Nieuwsuurreconstructie bijvoorbeeld gehad, die zeggen van, hey, we hebben eigenlijk in Nederland nog relatief lichte maatregelen gehad, nog lichte lockdowns. We hadden juist nog meer levens kunnen redden als we strengere lockdowns hadden gehad en stevige maatregelen. En ik leg dit even neer, omdat wat ik vaak een beetje mis, ook in het debat, is dat dan de mensen die zeggen, ik vind dat we meer moeten omkijken naar de jongeren en dat we meer naar risicogroepen moeten kijken, ook durven te zeggen, oké, dan zou ik ook het risico willen accepteren, of daar zou ik ook politieke verantwoordelijkheid voor hebben genomen, om dan beleid te voeren waarmee mogelijk misschien wel inderdaad meer ouderen dan zouden zijn gestorven, maar we wel meer vrijheid hadden en op lange termijn meer levensjaren hadden bespaard. Zou u achter zo'n beleid zijn gaan staan en dat uitleggen? Het ministerie heeft op een gegeven moment ook rekensommen gemaakt. Welke levensjaren je nou gewonnen hebt, of welke levensjaren je wint door lockdowns, maar welke je vervolgens verliest door die lockdowns. Want dat is natuurlijk in die hele discussie nooit echt is onderdeel geweest van de discussie. Maar het heeft ook levensjaren gekost. De lagere opleidingsniveau van kinderen die gewoon een niveau gezakt zijn, wat een gedeelte daarvan nooit meer goed gaat maken, heeft uiteindelijk effect op hoe oud ze worden. Maar hoe weeg je die tegen elkaar af? Hè? Dat korte termijn winst van levensjaren bij ouderen en risicogroepen ten opzichte van de levensjaren van toekomstige jongeren. Ja, maar het is niet zo dat ik zeg dat je niks meer moet doen. Ik heb nooit gezegd van laat maar waaien. Dat kan niet. Dat kan de zorg zeker niet aan. En dat wil je ook niet. Want het zijn ook onze ouderen, mijn ouders, opa's en oma's. Dus dat wil je ook niet. Maar dat je veel meer gaat kijken van, wat is nou het effect van maatregelen op andere groepen? En ja, dan moet je gaan rekenen. En dan kom je in dit soort situaties terecht. Voor.
Ja, ik denk dat het is veel makkelijker sturen in dit soort afwegingen als het aantal besmettingen niet zo tophoog is zoals het nu in het najaar geworden is. En ik denk dat, vind ik, dat we daar als kabinetsbeleid het niet goed gedaan hebben door steeds pas in te grijpen als het aantal ziekenhuizen of IC-opnames boven een drempel uitkomen. Want daar gaat een hele hoeveelheid besmettingen aan vooraf. Dus de WHO heeft ook altijd gezegd van stuur op besmettingen. Indirect stuur je daarmee ook op de zorgcapaciteit. Dus, en dan heb je veel meer mogelijkheden om fijn te fine-tunen in wat je wel niet doet. Dus daar denk ik dat we onszelf dat we het onszelf makkelijker kunnen maken door de komende jaren op de besmettingen te gaan varen. En dan kan je meer of minder maatregelen en wat preciezer inrichten naar bepaalde groepen of bepaalde sectoren. Maar zou je dan niet moeten kijken naar besmettingen in de risicogroepen? Want besmettingen onder jongeren. Zeker. Het is wel zo dat we hebben natuurlijk wel vaak gezien dat de jongeren vaak voorafgaan aan de ouderen. Dus daar zal je dan met elkaar afspraken over maken. Hè? Als je studeert, dat gaat natuurlijk niet naar de school gaan, de kinderen, die komen gewoon thuis. Maar als je studeert en je gaat in het weekend naar je ouders, doe dat dan alleen als je zeker weet dat je de afgelopen dagen dat niet opgelopen hebt. En nou ja, en zelftest, whatever. Maar in ieder geval, dat kan je mitigeren. Als je dat goed uitlegt en daar beleid op voert. Dus ja, dat kan. Daar kan je wat in fine-tunen.